Willem Holleder is in het geheim geopereerd aan zijn hart. Niet in het traditionele gevangenisziekenhuis, maar in Leiden. Maar omdat hij in het EBI-regime zit, zijn er vragen of hij daar boodschappen heeft door kunnen geven. Ik ga hierover verder praten met John van Heuvel, misdaadslaggever van De Telegraaf. John, laten we even beginnen met Holleder zelf. Die is blijkbaar nog altijd niet van zijn hartproblemen af. Nee, dat geldt niet alleen voor Willem Holleder. Dat geldt voor heel veel hartpatiënten. Dat op het moment dat je, zeg maar, hartpatiënt bent, dan betekent dat eigenlijk dat je de rest van je leven in die medische mode zit. Dat je medicijnen moet slikken, dat je behandelingen moet ondergaan soms. En bij Willem Holleder was het zo dat men zich binnen de EBI zorgen ging maken over zijn gezondheid. Dat hij er bleek uitzag, dat hij andere problemen had. En toen is hij onderzocht, medisch onderzocht. En bleek dat er medisch ingrijpen noodzakelijk was, omdat die problemen die hij had met zijn hart leken te verergeren. En alleen kon die behandeling niet plaatsvinden in het penitentiaire ziekenhuis Haaglanden, dus in een speciaal gevangenisziekenhuis, omdat die specialistische hulp die nodig was dusdanig ingewikkeld was dat hij daarvoor naar het LUMC, het Leids Universitair Medisch Centrum, moest worden vervoerd en daar worden geopereerd. En hoe verliep dat dan in het ziekenhuis? Want gevangenen worden op een speciale manier beveiligd. En we zitten natuurlijk met dat EBI-regime waarin ook voorkomen wordt dat die boodschappen doorgeeft. Nou ja, dat is natuurlijk een beetje het punt met het kaliber gevangenen van zoals Willem Holleder. Die kun je, in principe gaan die als ze medische zorg nodig hebben naar het gevangenishospitaal. Maar als die zorg dusdanig gespecialiseerd is dat je naar een ander ziekenhuis moet, dan wordt het dus een uitdaging om ook dat EBI-regime in zo'n ziekenhuis te laten plaatsvinden. Want een EBI-regime betekent bijvoorbeeld dat je niet zo zonder meer bezoek mag ontvangen, ook niet van je advocaat, dat met strenge beveiligingsmaatregelen omgeven moet zijn. Zo is het bezoek van een advocaat alleen mogelijk achter glas. Ja, en als jij in een kamertje in een academisch of een universitair ziekenhuis ligt, dan is dat allemaal veel moeilijker te organiseren. En zeker als dat voor langere tijd is. Dus daar zijn wel zorgen over binnen het justitieapparaat. Ze hebben dat kunnen opvangen door het zogenoemde BOT'ers in burgerkleding te steken? Ja, dat is zo'n speciale eenheid van het gevangeniswezen die dus wordt ingezet bij calamiteiten of bijvoorbeeld bij het bewaken van vluchtgevaarlijke gedetineerden. Dus die hebben echt wekenlang aan de zijde van Holleder aan zijn bed vertoefd om, om in ieder geval ervoor te zorgen dat er niks vervelends zou gaan gebeuren. Dat er ontsnappingspogingen zouden zijn of dat er inderdaad boodschappen zouden worden doorgegeven. Maar dat is natuurlijk geen ideale situatie. En justitie, maar ook de directie van het ziekenhuis wilde voorkomen dat er onrust zou ontstaan bij andere patiënten of bij het verplegend personeel. Dus die kamer waar Holleder lag, die is wel goed afgeschermd. En de leden van dat botteam, die gingen inderdaad in burger dan het ziekenhuis in. En die kleden zich dan in het ziekenhuis om. Om eigenlijk zo min mogelijk rugbaarheid te geven aan het verblijf van Holleder in dat ziekenhuis. We zagen de reactie van Kamerlid Elian hè, in jouw artikel ook. Die maakt zich dan zorgen over boodschappen. Als we nu Holleder kijken en we zijn inmiddels wel wat jaren verder. Hoe kijk jij naar de verhouding? Wat voor invloed zou hij nog hebben op straat? Wat zou hij nog kunnen regelen van achter de tralies? Nou, de dreiging die er van hem uitgaat, die wordt nog altijd gemonitord door mensen bij justitie en bij inlichtingendiensten. En die dreiging wordt nog steeds als serieel gezien. Met name in de richting van zijn zussen. Die zitten ook nog altijd natuurlijk met beveiligingsmaatregelen. En andere mensen met wie hij in het verleden te maken heeft gehad. En dat betekent, hij zit niet voor niks in de extra beveiligde inrichting in Vught. Dat er nog steeds een heel pakket aan specifieke maatregelen rondom hem van toepassing zijn. En ik snap de zorg wel dat als zo iemand van dat kaliber dan naar een ziekenhuis wordt gevoerd, hoe is dat dan geregeld met die veiligheid? En daar heeft Elian in mijn ogen terecht vragen over gesteld nu aan de minister van Justitie. En dan zal het misschien niet eens zozeer specifiek gaan over de zaak Holleder, maar ook veel breder. Wat gaat er gebeuren met EBI-gedetineerden die gespecialiseerde zorg nodig hebben en die naar een gewoon ziekenhuis moeten? Loop je daarmee niet extra risico?
John, zijn veroordeling is onherroepelijk. Er komt natuurlijk ook een tijd dat zijn advocaten of advocaat gaat proberen om hem toch naar een wat milder regime te krijgen. Is er een soort van maat van hoe lang je een EBI-regime kunt verlengen? Nou, Holleder zit al best lang in de EBI. Dus er zal wellicht een moment komen dat justitie zegt van nou goed, we gaan je inderdaad naar een andere inrichting overbrengen. Maar dat zal dan altijd gefaseerd zijn. Je hebt ook AIT's, dat zijn inrichtingen die dan een minder streng regime hebben dan de EBI. Maar waar gevangenen dan ook nog langere tijd gemonitord worden. Dus hij zal niet opeens van de EBI naar een heel licht regime gaan. Daar zal altijd extra toezicht en extra waarborgen voor gevraagd worden om dat veilig te kunnen laten doen. Maar de mogelijkheid is er inderdaad. Maar volgens mij is dat op dit moment nog niet echt aan de orde. John van Heuvel, dankjewel.